En het dieptepunt van de liefde? Ja, als scheiding. Als liefde. Bij mij is eigenlijk liefde nooit echt geëindigd voor iemand. Maar de relaties zijn wel beëindigd. Maar het is wel zo dat ik degene met wie dat ik lange relaties gehad heb, dat ik die nog altijd graag zie. Mijn eerste vrouw is verdwenen uit mijn leven al veel jaren. Mijn tweede vrouw die is in mijn leven als mijn beste vriendin. Mijn ex-vriendin is ook in mijn leven. En ik kan me niet voorstellen dat je iemand van wie je hebt gehouden, dat er een reden kan zijn waardoor je die liefde een doodsteek zou geven. Maar de scheidingen zijn wel de dieptepunten van de liefde. Ja. Omdat ik altijd gescheiden ben op een moment dat ik in wezen niet wou scheiden, maar dat het wel moest door de omstandigheden.